De week van FC Utrecht begint met het nieuws dat de trainersduo Wouters en Alfde voor 2 jaar bijtekent. En met een 5e plaats in de Eredivisie hoeft zo'n onderhandeling niet lang te duren. Ja, het was niet al te moeilijk, want beide partijen wilden graag met elkaar door. Ook de komende 2 jaar zal vooral de eigen kweek van FC Utrecht zich moeten gaan bewijzen. Nou, we weten nog steeds de financiële toestand, dat er wat spelers zullen moeten vertrekken. En dat we met de jeugd aan de slag moeten. Er zit wel aardig wat talent achter, wat nog tijd nodig heeft. Maar dat is wel, vind ik wel heel leuk om mee te werken. Een van de jongens uit de eigen kweek is Mike van der Hoorn. Die kreeg deze week te horen dat hij in de voorselectie van Oranje zat. Het is er nog eigenlijk niet helemaal bezonken, maar ja, het is hartstikke leuk. En ja, de jongens vinden het ook leuk voor me. Ja, dat is soms wel vervelend eigenlijk. Hoezo? Ja, kijk, er worden allemaal grapjes gemaakt en dingen naar je hoofd. En ja, dat hoort erbij. Ja, wat voor grapjes maken ze dan? Ja, de standaard grapjes, weet je. Mikey in Oranje, dat soort dingen. Dan word je op je kop getikt de hele tijd. En ja, dat hoort erbij. Zag je dat kijken? Ja, wel verrast dat het nu al gebeurde. We kunnen wel zien dat Mike een enorm talent is. En op termijn dat zou wel kunnen halen, hadden wij het idee. Maar dat het nu zou gebeuren is alleen maar fantastisch voor Mike, voor de club, maar ook voor de hele jeugdopleiding. Het is een jongen uit je eigen jeugd, dus dat is iets heel moois. Had je hem nog een sms'je gestuurd toen hij geselecteerd werd? Ja, dat ik hem nog niet feliciteer, omdat het nog maar een voorselectie is en dat hij nog niet naast zijn schoenen moet gaan lopen. Wel streng hoor. Nee, het was dollend bedoeld. Dankjewel. Okay. Dan totaal iets anders, want ondanks het succes van MVV in de Super League is er een steward van FC Utrecht die iedere keer helemaal uit Maastricht komt. Deze meneer komt helemaal uit Limburg, dus die heeft heel wat over voor het clubje FC Utrecht. Dus hoe lang doe je daarover nu? Hoe laat ga je vanochtend weg? Nou, als er geen vertragingen zijn, ben ik ongeveer een 2 uur onderweg. Dus, maar meestal lukt dat allemaal wel met de NS, dus geen probleem. Met avondwedstrijden? Dan gaat hij zelfs een hotelletje, want ja, s'avonds, dan raad hij geen treinen meer terug. Dus dan neemt hij een hotelletje in Utrecht. Ja, lekker met mijn vriendin een hotelletje en dan kun je even lekker een avondje stappen in Utrecht. En dat is ook altijd wel leuk. Mocht je zelf ook steward willen worden, informeer bij de club naar de mogelijkheden. En als alle stoeltjes echt vast blijken te zitten, kan de wedstrijd beginnen. Nou, het draait wel link in. En veel scheelt het uiteindelijk niet. En ook Ruiter laat zich van zijn sterke kant zien. Goed gedraaid door Chevalier. Chevalier, mooie knal, goede redding van Ruiter. Net als vorige week ging Buitens weer op avontuur en op jacht naar zijn 2e van dit seizoen. Buitens, ja, moet naar links. En dan is het ook gevaarlijk. Bal aangeraakt, het is een hoekschop voor Utrecht. De aanvoerder gaat maar eens mee. Oor. Mooi voorzet, het is 1-0 voor Utrecht. Dan toch. Moulenga. Topscorer met 11. Nu 12. Ja, dit is echt een Utrechtse pot dit. Ik bedoel, tweede helft hebben we ervoor gestreden. En ja, voetballend was het allemaal niet heel aardig. Maar ja, op de tweede bal en op Jacob die hem vasthield. En uiteindelijk ook nog een mooie goal maakt. Wat bedoel je daarmee? Een echte Utrechtse pot? Ja, Utrecht, of, het publiek erachter en vol strijd, alles winnen. En ja, dat hebben we wel gedaan vandaag. Ja, en dat ligt jou wel? Ja. 3 punten op zak. En gelukkig is iedereen het met elkaar eens waarom het slechts 1-0 bleef. Net die laatste paas ontbrak, zeg maar. Er zijn eindpaas net niet goed en een laatste bal niet. Ja, het is puur in de laatste fase. Waarin we niet echt door kunnen drukken. Ja, ik denk vooral dat we in de laatste fase, en dat gebeurt ons vaak hoor, dat is gewoon een verhaal. Alleen op de eindpas moesten we weer, zoals eigenlijk vaak in het jaar. De overwinning is niet minder lekker en de trainer is tevreden. Over de algehele wedstrijd genomen hebben we weinig weggegeven. We hebben XC constant onder controle gehad. De tweede helft had ik wel het gevoel dat die zou gaan vallen. Ja, deze smaakt heerlijk. De concurrentie laat punten liggen. Ja, wij pakken een hele belangrijke overwinning thuis tegen RKC. Waar we vorige keer 4-0 van verloren hebben. Ja, neem vandaag toch een lekkere overwinning mee naar huis.